Het ministerie van Justitie en Politie zal elke keuringstraat van de stichting Herkeuringen Motorrij en Voertuigen Suriname SHMS voorzien van een camerasysteem. Dit om te controleren of de diverse instanties hun werkzaamheden volgens wet en regelgeving doen. Het project is vandaag gelanceerd bij keuringinstantie Abdul. Voorzitter van SHMS, Mike Naarden, legt het belang van strenge controle uit. Als wij kijken naar het aantal verkeersdoden, hebben wij als stichting de taak om te zorgen dat elke voertuig die deelneemt op de openbare weg moet voldoen aan de wettelijke eisen, de technische eisen. En de camera geeft ons nu de mogelijkheid om betere controle uit te oefenen. Dus vandaar dat ik me vandaag ook extra heb voor dat we ermee kunnen starten. Ik wil bij deze aan ieder bedanken die zijn of haar medewerking heeft verleend en dit tot een succesproject hebben gemaakt. Alton Helstone, directeur operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie, die minister Kenneth Amoxie verving, vertelt hoe het systeem werkt. De camera moet zodanig gericht zijn op het motorrijtuig dat er een snapshot kan worden gemaakt bij het aan- en afmelden hiervan. De demo laten we met de implementatie van deze wettelijke vereisten, de ingebruikname van de camera, wordt het doel van de SHMS met name het bevorderen van het houden van toezicht op de deugdelijkheid van de aan het verkeer deelnemende motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers door toepassing van de daarvoor in de rijwet, het rijbesluit en de andere relevante wettelijke regelingen en bestuursbesluiten gegeven bepalingen nagestreven. Alton Helstone, directeur operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie, vandaag bij de lancering van een cameraproject waarbij elke voertuigenkeuringsinstantie wordt gecontroleerd op de richtigheid van de werkzaamheden.